Goedenavond. Net als vorig jaar herdenken we ook dit jaar de Tweede Wereldoorlog met beperkingen. Nog altijd zijn bijeenkomsten niet mogelijk. Ook de jaarlijkse dodenherdenkingen binnen onze gemeente vanavond kunnen niet doorgaan. Het is wel fijn dat ik via deze opname toch samen met u kan herdenken. Dit jaar is het 76 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd. Vandaag staan we stil bij de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en bij al die mensen die hun leven gegeven hebben om ons de vrijheid terug te geven. In Begijk herdenken we bij de Valentinuskapel in Westerhoven, bij de Hofkerk op het Hof en ook bij het oorlogsmonument in Riethoven. Eerder vandaag heb ik daar samen met de wethouders een krans gelegd en werden we muzikaal ondersteund door onze bode Henry Wuits. Na 76 jaar vrijheid kun je je de vraag stellen, waar staan we nu? Hoe vrij zijn we in 2021? Dit is het thema van herdenken en vieren op 4 en 5 mei dit jaar. Tegelijkertijd is het een thema wat ons allemaal meer bezighoudt dan ooit. De pandemie wordt de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog genoemd. Bijzonder is dat we hierdoor wereldwijd beperkt zijn in onze vrijheid. We kunnen niet zomaar meer doen wat we willen. We kunnen onze naasten niet knuffelen. De straten waren vaak leeg, het terras tot voor kort ook. We kregen zelfs te maken met de avondklok en mogen de grens niet zomaar over. Onze kinderen konden niet naar school en zijn tot op de dag van vandaag beperkt in het volgen van onderwijs. Nu er nog slechts enkele in leven zijn die zich de Tweede Wereldoorlog actief herinneren en het overgrote deel van de Nederlandse bevolking zelf nooit oorlog heeft gekend, is de huidige crisis de eerste grootschalige confrontatie met vrijheidsbeperking. Onze manier van leven is veranderd. Onze beleving van vrijheid is veranderd. Maar wat betekent die vrijheid eigenlijk? Is dat kunnen gaan en staan waar je wilt, je eigen keuzes kunnen maken, jezelf kunnen zijn, vrij zijn om te doen en te zeggen wat je wilt, of niet beperkt worden? Het is het allemaal. Het gaat zowel om keuzevrijheid, om bewegingsvrijheid, als om meer burgerlijke vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting. 76 jaar geleden kregen we na de Tweede Wereldoorlog onze vrijheid terug. Dat ging echter niet vanzelf. Er waren mensen voor nodig die de moed hadden zich er letterlijk uit te vechten. Mensen die bereid waren risico's te nemen en tegenslagen te incasseren. Mensen die bereid waren hun leven op het spel te zetten en het zelfs te verliezen. Hun droom werd werkelijkheid. Sindsdien zijn wij gelukkig in staat geweest om deze droom te behouden. Daarom is het goed om één keer per jaar even stil te zijn en te beseffen hoe waardevol vrijheid is en hoe zuinig we erop moeten zijn. Een leven in een vrij land vraagt immers om mensen die daarvoor willen gaan. Die bereid zijn risico's te nemen en beseffen dat ze tegenslagen moeten overwinnen. Dit houdt alleen stand als wij ons daar samen voor in willen zetten en elkaar steunen, ook als het moeilijk is. Ik sluit af met een gedicht. Het is geschreven door Lieve Metselaar, ze is 16 jaar en woont in Leiden. Durf te durven.
Durf te praten voor hem die de stem niet hadden, stille helden waren. Durf te geloven in vrijheid en samen. Durf te hopen voor hen die de hoop nooit opgaven, voor de toekomst. Durf jij 2 minuten stil te zijn, dan durf ik te luisteren.